Beste collega's, leuk om jullie zo allemaal even toe te mogen spreken. Stefan is hier even in mijn onderkomen in Zwolle om te filmen en ik mag een praatje houden. Ik woon hier in de binnenstad, dat weten de meesten van jullie wel. En ja, het is een beetje een bijzondere wereld. Ik heb de stad nog nooit zo stil meegemaakt. Of nu 's ochtends vroeg of 's avonds laat is, het is heel erg stil in de binnenstad. En nou, we weten allemaal hoe dat komt en we doen allemaal ons best door zoveel mogelijk nu vanuit huis te werken en zo weinig mogelijk onder de mensen te zijn. En jullie doen dat ook vooral om onze studenten les te kunnen geven. En dat is een topprestatie. Misschien wel een beetje gedwongen nu is iedereen in de digitale wereld gestapt, waardoor onze studenten nu digitaal les kunnen krijgen. En dat doen jullie met veel plezier, hoor ik ook wel en zie ik ook wel in overleggen. Veel enthousiasme en zelf ook door heel veel te leren. Contacten zijn er met elkaar, leuke contacten, goede contacten via Teams, via mail, via telefoons, etc. Jullie hebben het wel gehoord inmiddels. De regel is vanaf afgelopen maandag, we werken thuis mits. Soms is het moeilijk om thuis te werken, gezien je thuissituatie. Denk aan iemand met veel kleine kinderen. Steven en ik hadden het er net even over. Onze kinderen zijn groot, dus wij zitten daar niet mee. Maar ja, ik weet nog wel, toen ze klein waren, was het toch iets anders. Soms vangen we ook nog studenten op de locaties die ook thuis niet zo makkelijk kunnen werken. En het is ook mooi dat wij dat als landsteden doen. Wat mooi is in deze tijd, denk ik, dat zeg ik wel eens vaker, armoede maakt creatief en ellende verbroedert. Dat we met elkaar de schouders eronder zetten om het beste ervan te maken voor onze studenten en voor elkaar als collega's. En daar wil ik jullie allemaal hartstikke voor bedanken, samen met mijn hele schoolleiding. Want naast het feit dat we dat top vinden, genieten we daar ook best heel erg van. Ik wens jullie het allerbeste en blijf gezond met elkaar.